Mevrouw de minister, vandaag in Oostende voor een mooi boek. Ja, schitterend nieuw boek over onze eigen Vlaamse kust. Van Tom Danens. Van een fotograaf die heel veel inspanningen gedaan heeft, Tom Danens, om de kust op een manier in beeld te brengen zoals we hem nooit zien of we haar nooit zien. Het is een Gentenaar? Het is een Gentenaar en we dachten aanvankelijk van zal een Gentenaar de kust wel kennen, maar het is een Gentenaar met roots aan de kust. En de manier waarop dat hij de kust in beeld gebracht heeft in het boek is fenomenaal. Niemand zal het hem nadoen. Al gezien? Wat staat daarin bijvoorbeeld? Er staan schitterende beelden in. En niet alleen schitterende natuurbeelden of kustbeelden, ook beelden van de skyline, maar ook de hele werking van mijn eigen administratie wordt in prachtige beelden uitgelegd. Soms heel verrassende beelden en ook mensen zie je natuurlijk, maar het is heel subtiel, heel mooi gedaan. En dan is er nog ook een schitterende tekst bij geschreven van onze communicatieman. Heeft de steun van u allicht? Ja, het is een project dat absoluut de steun heeft van Vlaanderen, waar Vlaanderen ook in geïnvesteerd heeft, omdat we het van belang vinden dat we de werking van onze eigen administratie, onze eigen diensten, dat de mensen ook eens zien wat voor vruchten dat allemaal afwerpt en hoeveel inspanningen er gedaan worden om onze Vlaamse kust in stand te houden en mooi te houden. We hebben een mooie kust, maar we moeten wel geraken natuurlijk, hè? Maar u bent daar een beetje verantwoordelijk voor? Ja, ik ben er verantwoordelijk voor dat we aan de kust geraken, maar ik ben er ook verantwoordelijk voor dat de kust goed beschermd is tegen het stormweer, zoals het stormweer vandaag. En kapitein Davé en zijn mensen, daar vertrouw ik op dat die ervoor zullen zorgen dat ook in de komende jaren heel goed en in de juiste dingen investeren, maar dat als het de hoogtij is of als het heel gevaarlijk weer is, dat we ook doen wat nodig is om de mensen te beschermen. Vlot het verkeer zo'n beetje in België nu in Vlaanderen? Wel, het verkeer van, ik kom nu van Brussel en ik ben even gestopt in Brugge en nu in Oostende en straks ga ik naar Gent en dat is vrij vlot verlopen, ondanks het slechte weer. Zijn er mensen met klachten nu over dat nieuw wegdek? Buren die weer klagen van te veel lawaai in ondertussen? Ik heb wat de wegenwerken betreft overwegend positieve reacties, dus dat is alvast goed, maar als het natuurlijk slecht weer is, als het regent, dan loopt het verkeer sowieso wat moeilijker en dan moet je je snelheid aanpassen. U gaat veel wegdek aanpassen ondertussen. Hoeveel kilometer is dat in totaal volgend jaar? Heel ondervraging, ja, bij de voorstelling van een boek. Voilà. Maar volgend jaar is de bedoeling dat we 140 kilometer snelweg terug in goede staat brengen. En dat is ook nodig, want de mensen hebben ook recht om op een veilig wegdek, een goed onderhouden wegdek te rijden. En dus moeten we nu heel veel wegenwerken doen. Ja, als we geen wegenwerken doen, dan zouden de mensen allemaal kwaad zijn dat de wegen er slecht bij liggen. Dus nu hebben we de keuze gemaakt om ook volgend jaar opnieuw voor 140 kilometer wegen, snelwegen, aan te pakken. Naast heel veel andere wegen. En ik hoop dat uiteindelijk men zal zeggen, het is goed dat Crevits in die jaren die beslissingen genomen heeft. Maar we zijn nu in Oostende. Wel, ik vind ook dat hier in Oostende er bijzonder veel wegenwerken zijn. Ook heel mooie werken afgerond zijn. Wat wel nog op de agenda staat, en wat voor mij ook een belangrijk dossier is, is het punt aan de Tarotse Steenweg, waar nog een hele ondertunneling moet voorzien worden. En ik hoop dat dat ook binnenkort beslist kan worden. Nog veel werk aan de winkel. Er is nog heel veel werk aan de winkel, maar ook niet alleen voor de wegen, maar ook voor de beveiliging van onze kust zelf en van de dijken en alles wat er rond hangt. Ik wens je nog een zalige kerst en gelukkig nieuwjaar. Wel, het is nog een beetje vroeg, want het wordt nog een week zeer hard werken. We hebben ook nog heel veel dossiers op de Vlaamse regering te bespreken. Maar vanaf volgend weekend zal ik hopelijk ook wat van kerst kunnen genieten. Ja. Vanavond ook een beetje genieten natuurlijk. Wel, nog één opdracht te gaan en dan hopelijk ook wat genieten. Ja. Bedankt, mevrouw Kruijts. Graag gedaan.